Goedemiddag, Arti Dutch Vrij Media. U doet vandaag mee. Wat heeft u bewogen om mee te doen vandaag? Nou, ik ga naar veel demonstraties hoor, ook op het Museumplein. Ik vind het een waanzin waar we nu in beland zijn. Het is een spelletje van de macht. En macht wordt bepaald door geld. En door mensen in een dusdanige positie te brengen dat ze gechanteerd kunnen worden. En dat speelt op dit moment. En ik vind het eigenlijk verbijsterend dat de reguliere media, dan heb ik het over de Noorse NTR en dat soort dingen, een eenzijdig beeld laten zien. Gisteren bij de vooravond en die vrouw die dat doet, dat mag niet uit. Dat vind ik best een leuk mens. Doet het ook wel goed. Maar het werd gisteren weer eenzijdig gespeeld. Ik ben op het Museumplein geweest een paar keer en ik heb gezien hoe de politie voortijdig charges doet. En ik heb Halsema ook twee keer een mail gestuurd. De laatste was 30 maart. En de vrager, je zult toch ook kinderen? Wat voor een toekomst wil je dat die kinderen hebben? En dat is het verhaal. En ik vind de media, ik wil niet zeggen dat ze NSB-gedrag vertonen, maar het zijn vassallen van de macht. Ze laten zich kopen. De media is in handen van het kapitaal. De kranten zijn in handen van 2 miljardairs in België. Die sturen het aan. En als een journalist even buiten de pot gaat, wordt hij ontslagen. Mijn onderkorten noemden het hoernalisten. En dat is wat er gebeurt. En het is onbegrijpelijk dat een volk dat zich zo opgeleid voelt en is, zich niet aan het leunen. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik ben 80 jaar en ik loop gewoon mee. En ik zie jeugd, ik zie gemaleerd, ik zie van allerlei politieke stromen, dat weet ik niet. Maar het verbaast mij. En Rutte en Kaag moeten opgeborgen worden. In een hele dikke gevangenis en de sleutel weggooien. Weg, dit zijn geen mensen. Dit zijn psychopaten. Ik zie dat u een baret draagt vandaag. Waarom heeft u gekozen vandaag hier te zijn met een baret op? Vorige week. Die week ervoor. Ik ga steeds naar het Museumplein. En ik heb een oproep gepraat bij een korpsforum van Mariniers. Jullie zijn uitgezonden naar gebieden voor eigen leven. En jullie zijn daar naartoe gegaan en gestuurd. Maar nu zijn jullie hier aan de beurt. Nu wordt je eigen kind, je eigen vrouw, je eigen familie wordt bedreigd. Waar zijn jullie? Dat heb ik geplaatst. Er zijn reacties opgekomen. Sommige heel negatief, sommige positief. Maar het verbaast mij ten eerste dat volwassen mensen wel alles weten van Ajax en Feyenoord, maar niks van dit. Snap ik van. Dat is. Wil je nog meer weten? Ik wil u bedanken voor uw tijd en voor uw inzet. En ik wil u nog een hele fijne dag verder wensen. Ja, dankjewel. Dat wens ik jou ook. Dankjewel. En succes met je werk. Ja, dankjewel. Oké.